Je luistert naar de 19e Hole podcast. Nou jongens, normaal beginnen we altijd met onze eigen golfavonturen. Maar misschien moeten we deze week even beginnen met het feit dat de Raad te Spelen geraden is deze week. Ik denk dat heel veel van de luisteraars, dat is wel grappig. Ik denk dat heel veel mensen denken, wat is Raad te Spelen? Want die komen nooit aan het einde van de aflevering. Nou, we zagen nu ook een piek in de statistieken helemaal achterin. Ja, maar hij was geraden deze week. Dus hij stond 2 weken deze Raad te Spelen. Misschien moeten we dat er sowieso even inhouden. Dat als hij niet geraden wordt, houden we hem er gewoon in. Jezus. Maar als jij hem zo moeilijk maakt, ik moest een halve werkdag opofferen om het te achterhalen, man. Kijk, dat is echt niet normaal. Dat is wel echt een commitment. Ik kwam TPC 17, hè, daar kwam ik wel achter, want het kon niet zo heel veel anders zijn. Ja, toen ging ik Great TPC 17 Collapses YouTuber. Ik had Brandon Todd, had ik gevonden. En die hadden sommige luisteraars ook ingestuurd, Brandon Todd. En toen heb ik er een aantal gevonden, maar niet deze. Totdat Martijn hem had. Ja, op een gegeven moment had ik hem... Ik had ook zo'n compilatie gevonden. En toen ik daar dus een beetje doorscrollen. En toen kwam ik inderdaad bij Russell Knox. Nou, ik had hem echt nooit onthouden. Misschien heb ik hem zelfs niet eens gezien. Hoe kwam jij erop, Peet? Ja, je moet toch een beetje in je geheugen. En heel vaak als ik dan iets voorbij zie komen, dan sla ik hem op in zo'n lijstje op mijn telefoon. En dan... Als hij even niet top of mind is bij iedereen, dan gooi ik hem erin. Dus deze heb ik gezien tijdens de players. Dus ik heb nog iets van 10 in de backlog staan, zeg maar. Van de players allemaal? Nee, niet van de players, maar van alle andere toernooien. Ja. Oh ja, die. En dan gooi ik die eigenlijk op het moment dat je het niet verwacht. Ik zat te denken, toernooi wat jaarlijks eerst. De Masters of de players. En toen zat ik te denken, wat zou dan nu passen? Want ik zat juist te denken, hij pakt iets wat wel op nu past. Maar dat was dus totaal niet zo. Nee, soms doe ik dat wel. Hè? Bijvoorbeeld, volgens mij deed ik de Albatros van Luiten, deed ik ook toen op Valderrama gespeeld werd. Ja. Dat bruggetje werd gemaakt. Maar goed, en er waren ook een paar mensen die het echt geraden hebben. Dus klasse, en leuk dat mensen antwoorden. En wanneer was de Russell Knox, en wat maakte die? Hij sloeg 3 keer af. 7 of 8 of zo? Ja, en wanneer heeft Russell Knox voor het laatst zich laten zien in het toernooi? Ja, ik denk vorig jaar dat ik hem nog wel een keer ergens zag, maar niet echt hoger. Dat is ook zo'n categorietje spelers. Zo'n schot, die dan, volgens mij is het een schothuis, die speelt dan op de PGA Tour. Ja, een beetje Martin Laird. Hoe heet die zweet? Jonas Blixt. Die was ook zo'n zweet. Weet je, zo'n onder de radar zo'n type. Wordt rij al op die categorie? Nou, niet meer hoor. Wel een mooi bruggetje, maar daar gaan we het zo over hebben. Maar laten we eerst even, Paul, ik ga niks zeggen over een bepaald merk putter. Maar op een gegeven moment, ik zat van de week te kijken naar Gamebook. En ik zag ineens bij jou -5. Ik dacht, het zal wel... Ja, maar ik heb het minst van iedereen gegolfd. Jullie hebben allemaal serieuze wedstrijden gedaan. En ik ja, maar alleen... hier moeten we toch even bij stilstaan. Okay. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand zelfs vanaf rood... over 9 holes 5 onder de baan schoot. Ja, dat heb ik dus wel meegemaakt. En jij maakt volgens mij 5 birdies op rij, of niet? Ja. Hoe doe je dat, joh? Ja, dat hebben we ook wel eens gezien op Hoenderdaal, toch? Ja, maar dit is wel een echte baan. Een echte baan. Nou ja, het was een baan van rood. Het is niet een hele echte baan. Maar het ging wel lekker. Oh, wel toch wel. Ja. Het was niet dat je een matige dag had. Nee, dat was... Nou ja... Maar Rogier was erbij, Jordi was goed. Nee, Martijn was erbij. Ik was erbij. Want we gingen voorbereiden. Daar ging het eigenlijk om. Want jullie hadden de herenmiddag van rood, geloof ik. Ja, ik niet, maar Rogier en Martijn. En daardoor wilde Martijn... Want we stonden al op die range. En het was mijn eerste enige ronde die week. Dus ik dacht... Eigenlijk zei ik tegen jou... Zullen we niet gewoon een ronde lopen? Nee. We gaan van rood. Nou, ik zei... Ik heb het voorbereid. Ik heb jullie uitgenodigd omdat het een ronde van rood was. Dus we gaan een ronde van rood. Ja, plus we konden pas na 8 starten. Dus ik dacht, het moet even een kort rondje worden. En ik wilde inderdaad wel even oefenen van rood. Want ik had vorig jaar niet meegedaan aan die herenmiddag. Dus ik had alleen 1 keer met Peter en Rogier. Dat was trouwens ook nog een mooi verhaal. Ja. Toen zijn we tot hol 16 gekomen. Omdat toen iemand opeens zijn telefoon kwijt was. Ja, op hol 17. En met gevaar voor eigen leven zijn we nog van tussen hol 12 en 15. Door een soort van, wat waren het, mestkevers zijn we aangevallen. Mijkevers. Dat heb je al een keer verteld. Ja. Oh, in de podcast ook. Okay. Maar in elk geval, dus ik had 1 keer van rood gespeeld in mijn hele leven. Dus ik dacht, als ik de herenmiddag wil spelen en ik ga nog een rondje spelen, dan is het wel leuk om even van rood te spelen. Nou, en bij mij ging het eigenlijk ook best wel goed. Ik had 8 paar en een birdie, dus ik was helemaal het mannetje. Alleen er liep dus iemand in mijn flight die me in 5 liep. Ja, wat doe je er tegen? Ja, dat was wel leuk. Ja, ik raakte ze niet eens echt heel lekker. Dat is wel ergst, toch? Maar, eigenlijk was hij helemaal niet voor hem. Maar in het begin speelde ik al een paar goede holes. Alleen ik maakte nog een 3-put ergens.
Van ja, wel net, ja, ja, net buiten de green. Maar ja, al mijn birdie kansen vielen wel. Hole 3 had er trouwens ook nog in gekund. Ja, dan had hij 6 op rij. Die had ik op 2 meter putje nog die ik miste. Jesus. Maar jij sloeg bijvoorbeeld op hole 4. Kijk, van rood, hè. Mensen, ik weet niet of mensen die luisteren wel eens van rood spelen. Maar van rood is een baan die dan bijvoorbeeld 370 is of 360. Die wordt opeens 300. En ja, dan een hole. Dus Paul die slaat op hole 4, slaat hij gewoon driver af. Ja, vlak voor de green. Ja. Nou, chip put is dan al een birdie. Ja, en dan op... even kijken, op de par 5 sla je natuurlijk met 2 vlak bij de green. Ja, dan miste ik met een ijzer 8 nog de green eigenlijk. Maar was ook een goede up and down. Ja. En ik had 1, ik sloeg nog een wedge op de par 3 vijfde nog dichtbij. Dat was een wedge voor jou, oké. Okay. Ja. Ja, nou dat is op 130 meter. Ja, want mensen die baan niet kennen, kijk, dat je een par 5 dan een birdie maakt, oké. Okay. En een hele korte par 4, snap ik ook. Maar ik vind de par 3, je hebt 5 en 7 bij ons en 2... Normaal hele lange par 3 vanaf wit. Ja. Maar vanaf rood zijn ze nog steeds denk ik 130 of zo. Ja, 130. Ja, het was ijzer. Dit was pitching wedge en ijzer 9. Ja, maar dat is niet zo. Maar standaard birdie. Dus dat vind ik wel toch knap. Ja, ook even ze waren wind mee. Ja, maar inderdaad, die waren 130 en 150. Oké, de min 5 wordt al steeds realistischer. Ja, het zo. Ja, ik speelde gewoon redelijk goed. Alleen, en alles op een gegeven moment chipte ik er een van best wel ruim buiten de green in. Ja, 35 meter met 5 meter breken rechts-links. Want die was ik in de problemen, maar die viel wel heel mooi zo. Bloep, ja, laatste rolletje. Dus die was wel echt goed gewoon. En toen op hole 7 holde ik een put van 8 meter of zo. Dus ja, dan zit het ook maar even Paul, mee. We moeten er wel even bij stilstaan. Want vorige week hoorde ik toch jou zeggen iets van... Nou ja, ik heb mijn sollicitatie voor hier 3 had hij al bijna ingeleverd. Nou, dit is wel weer een mooie sollicitatie de andere kant op, denk ik. Dus mijn laatste, toch even benoemen. Voor dames 1 bedoel je. Ja. Nou, er is nog plek, schijnt. Ja. Toch? Ja. Ja, nog 5 plekken. Ja. Ja, er zijn nog heel veel punten te verdienen. Er zitten 2 mensen in het team. Ja. Okay. Nee, ja, dat was wel een feestje. En de laatste hole had ik toch een birdie kans. Maar die was wel een meter of 6-7. Maar die had ook nog een kansje, maar die ging langs. Moest ik nog een metertje terugmaken onder druk. Ja. Om min 5 binnen te brengen. Maar ja, dat is cool. We zijn blij dat je niet hebt meegedaan met de herenmiddag. Want daar was er maar 1 boven de 36 punten. Hoor. Ik s'avonds even kijken en helemaal enthousiast. Triest, hoeveel birdies zouden ze hebben gemaakt? Ja. Hoeveel had jij er, Rog? 2. Ja, en heel veel dubbels. Heel veel dubbels. Ik was op de eerste 7 holes, als ik 6 ballen had ik weggeslagen. Oh mijn god. Ja, ik ging voor safety. Ja, dat werkt niet altijd. Je ging voor safety? Ja, ik heb geen drivers gepompt. Jeetje man, 6 ballen weggeslagen zonder driver, Jan. Ja. Oké. Okay. Nou, ik heb ook 1 bal weggeslagen zonder driver, maar ja. Ja, maar dat doe ik ook wel eens. Ik sla juist wel driver af. Een ijzer kan je ook snappen. Ja. Maar... Dat is ja, jammer. Het was echt treurig. Ja, maar was het wel gezellig, want het is even voor de mensen die... Dus was de Birdie Fest, dat speelt iedereen vanaf rood, 18 holes. Een zwakke wedstrijd die helemaal vol zit. En het is natuurlijk in de zomer, de baan is hard, droog. Dus er worden vaak wel... Nou, er wordt vaak gedacht dat er heel veel birdies gemaakt worden. Er zijn wel genoeg birdies gemaakt op zich. Wie had het meest? Ze waren best wel lang bezig met de birdieballen uitreikenen. Maar dus, ik had er na 9 hole 6, maar hoeveel had de beste er? Ja, minder dan 6, denk ik, toch? Ja. Ja, dat is altijd wel iemand die de 5 Chris haalde. Had 4 balletjes. Okay. Want die had een eagle op 1. Daar stond de Leary trouwens. En die stond dus in de hole. En ik kwam daar. Ik lag met mijn afslag net naast de green. Chip hem op 5 centimeter. Ja, jammer. Oh, ja. Goeie beurt. Dat is wel leuk. Dat is een goede opsomming van jouw dag. Ja, precies. Ja. Ja. Maar, net niet. Maar dat was niet jouw eerste hole, toch? Nee, dat was mijn 10e hole. Ja, toen was je al klaar. Ja, precies. Maar je had wel het mooiste outfit van iedereen aan. Ja. Want Rogier, jongens, voor de mensen thuis. Oh, nou, ik zit te popelen. We speelden van rood. Dus wat had Rogier aan? Alleen maar rood. Alles. Alles rood. Zijn riem, zijn broek. Waarschijnlijk zijn onderbroek ook, of niet? Nee, ik had geen onderbroek aan. Maar ik had geen rode sokken. Dat is een beetje jammer. Maar ook zo, Rogier rood, dat alles net een andere tint is. Nee, dat niet. Ja. 50 Shades of Red. Ja. 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 Ja, het was heel komisch, ja. Dus ja, ik kwam op de driving range en al die hoofden gingen in plaats van naar de range gingen naar mij. Dat was niet de bedoeling. Maar ja, ik probeerde dus anderen af te leiden, maar dat, ja, waarschijnlijk was ik zelf. Het is wel grappig, want ik zag hem nog. Dat is ook wel komisch, want ik was die vrijdag kon ik niet, maar ik was vrijdagavond even aan chippen. Het is een volwassen man, hè? Ja, ja. Maar Paul, toen kwam je aanlopen en ik dacht al, dit kan er maar 1 zijn, helemaal in het rood, weet je wel. En het stond nog even te kletsen. En mij was ook net iets leuks overkomen op de putting green, of de chipping green. Dat vertel ik nog tegen Rog. Ik ging namelijk even chippen. Het is echt zo'n herkenbaar verhaal van heel veel golfers. Ik kwam chippen green aan. Er komt er 1 jongen aan.
Heel spontaan, leuk. En die zegt, ja, ik wil gaan chippen. Vind je het ergens ik ook ga chippen? Ik denk, ja. Ik sta hier in mijn eentje met te chippen. Ik zeg, ja, nee, tuurlijk, prima. Ik ben op de putting hierin ook altijd... Ik put gewoon de vlag waar ik zin in heb. En soms put iemand anders daar ook naartoe. Maar ja, ik put twee balletjes, dan loop ik weer weg. Maar echt allemaal mensen onzeker en sorry. En ik denk, je mag overal naartoe putten. Maakt mij wat uit. Als je hem nou keert naar mijn enkel staat te strepen de hele tijd... dan is het een keer klaar, maar... Ja, maar wat een onzin. Maar hij was dus best wel zenuwachtig, dus ik dacht... Oh ja. Weet je, ga gewoon lekker chippen. Weet je. Heb je hem gekalmeerd? Ik zei dus, het komt helemaal goed. Dus ik ging chippen. Op een gegeven moment hoor ik zo tik, tik. Heeft hij gewoon zo'n hele tas met een roze, gele, rode, allemaal ballen. En die hele green ligt binnen 5 minuten vol met ballen. Hij heeft na alle vlaggen gespeeld. Ja. Toen dacht ik, oh, dat bedoelde hij dus. Ja, of hij speelt maar één vlag, maar niet veel nauwkeurig. Ja, want dat zie je altijd als er een clinic is van de pro's. Ja, en dan zijn er 5 beginners van een bedrijf. En dan ligt die hele putting green helemaal onder. Zo lag het nu ook, alleen met ballen van hem. En toen dacht ik, oh ja, nu snap ik wat hij bedoelt. En er is maar één patroon te herkennen. Je ziet nooit naar welke vlag ze hebben geslagen. Je ziet alleen dat ze allemaal over de green gebleed zijn. Ja, het lag overal verspreid. Maar goed, zondag. Nou, ik heb vrijdag ook nog... ik heb ook nog meegedaan. Ik had dus een hele mooie voorbereiding met Paul. En ik had er ook best zin in. En ik speelde eigenlijk ook weer vrijdag best wel goed. En, maar ik zei tegen mijn flightgenoot, jongens, ik ga niet laf doen. Ik speel gewoon overal driver als het enigszins kan. Hè, bijvoorbeeld hole 12, als ik het water insla met mijn driver, dan niet. Maar inmiddels weten de luisteraars dat ik wel... alom geprezen driver van Martijn. Dat kan. Nou, die dag kon het in ieder geval gelukkig weer. En dus ik steeds die drive, maar ik sloeg mijn approach niet dichtbij genoeg. En op een gegeven moment zegt een van mijn flightgenoten, Bart, die zegt van... een leuke podcast hebben jullie trouwens. Het zou wel leuk zijn als ik een keer vernoemd word. Dus ik zeg, ja, hallo. Moet je wel iets voor doen. Er is maar één manier hoe jij vernoemd gaat worden. En dat is als je eagle maakt. Nou, dus hij slaat volgens mij op de eerste 6-7 holes, maakt hij al... 3 of 4 strepen. Slaat allemaal ballen weg. Dat kan benoemd worden. Dat mag zeker benoemd worden. En dan komen we op hole 8. En hij slaat daar gewoon een hele goede... Volgens mij houdt de 3 af. En hij heeft nog 200 in. Slaat ze houdt de 3 net naast de green. Dus ik zeg tegen hem... Hey, dit is voor de benoeming in de podcast. Maakt hij hem gewoon. Van buiten de green. Echt insane. Nee, hij putte hem van buiten de green. Was echt de enige hole die hij goed had gedaan tot dan toe. Grote klasse. Voor de rest deed hij wel mee om de parkeerplaats, geloof ik. Nu even positief. Dat is wel vet. Ja. Onderdruk. Nee, maar het is gewoon knap als je zegt van... Nou, ik ga hiervoor. Dat je gewoon elke hole ervoor gaat. Ja, dat... Ja. Soms maar hij deed mee voor de parkeerplaats, zei je. Hij had niet zo heel veel punten. Hij was volgens mij in de gamebook wel een van de laatste. Maar je bedoelt dus eigenlijk te zeggen dat als je tegen hem een matchplaywedstrijd speelt... dat je eigenlijk niet van hem kan verliezen. Nee, dat is onmogelijk inderdaad. Okay. Maar toen kwamen we dus op hole 10. En hole 10, dat denk je ook van, dat is een korte hole. Dus ik wilde weer driver slaan, maar dat kon echt niet, want er stond een boom. En Bart, zo heet hij, die ging eerst met een ijzer 5 of zo. Had hij weer die houten 3 in, op de par 5. Slaat hij hem op de green, op 6 meter. Lekker. Ik zeg, nee, niet dat weer. Kan niet. Nou, over het randje, net mis, maar ongekend. Ook nog een birdie. Nou. Ja, hij was dus ook de enige in onze flight die een birdie had gemaakt tot met al 18. Toen maakte ik hem op de andere par 5 door mijn bunkerslag bijna uit te holen. Voor Eagle, maar die gingen net niet in, maar... Lekker hoor. Het bleef bij 1. Het bleef bij 1. Goed, hè, uit de bunkers. Af en toe. Dat is een beetje wisselvallig. Ja, maar even terug. 1 birdie van rood is echt... Echt treurig. Tand te slecht. Ja, vind ik ook. Voor een handicap 4, hè? Ja. Ja, nee, het was echt wel treurig. En ook, weet je wat het ergste was? 2 kan ik je gebeuren op een kutdag, maar niet 1. Nee, maar toen wij speelden, gaf ik mezelf nog kansen. Maar vrijdag dus bijna 0. Echt triest. Jammer. Ja. Ja, leuk man. Nou maar uiteindelijk plus 4 was je nog hoog in het klassement. Want ja, niemand liep goed. Oh, je hebt wel veel parren gemaakt. Ja. Maar dat is goed nieuws, want dan ben je in vorm voor volgende week. Want zaterdag, we hadden het vorige week al benoemd, is natuurlijk een van de grootste toernooien van dit jaar. Anderstein Open. Oh. Ja, daar doe ik niet aan mee, hè? Oh. Ja, Martijn speelt NK Forsen. Ja. Waar? Typisch Chernobyl. Je gaat er nog een keer heen. Ja, zeker. Vorig jaar zei je nog dat je niet zou gaan. Wanneer ga je voorspelen eigenlijk? Nee, we gaan niet voorspelen. Oh, nee, verstandig. Ja, nee, NK Forsum op Kraaienstein. Oké, leuk. Met hetzelfde maatje als vorig jaar. Met Robert inderdaad. Dus gaan we kijken of we het weer kunnen halen. Moet je het weer tegen Daan opnemen? Al gezien? Nee, dat weet ik natuurlijk niet. Dat weet ik wel. Ik heb hem gesproken. Dus hij gaat weer voor zijn derde titel op rij. Ja, hij is wel Mr. Kraaienstein. Ja. Hij is daar ongeslagen. Lekkere titel. Zou hij leuk vinden. Nou ja, daar gaan we niet van... toch wel, of niet? Ja. Dan gaan we Rogier, Paul en ik weg in ieder geval Anderstein openspelen dan. En ik hoorde het gerucht dat geheel toevallig jullie bij elkaar in de flight zitten. Kan dat? Ja, dat het lijkt er voorlopig op. Tenminste, ja, er is nu een startlijst gemaakt, een eerste concept. Gezellig wordt. We gaan het zien. En onze flightgenoot heeft zich vandaag afgemeld. Niet
Omdat hij bij ons in de flight zat. Dus wat waarschijnlijk dat gaat kan er, echt niet. Waarschijnlijk gaat er nog iets veranderen. Oké. Okay. Slechter. We'll see. Okay. Ik heb gezegd dat wij flexibel zijn. Krijgt hij zijn geld terug dan? Dat is nog even de vraag. Ik zal het niet doen. Volgens het reglement. Zou ik niet doen. Ik zou een extra bid garnituur vanuit deze. Juist. Ja, het werk is al gedaan, toch? Nou ja, maar ik heb er wel heel veel zin in, moet ik zeggen. Ik was echt totaal... Oh, misschien moeten we het ook even voor zondag hebben. We hebben nog de Maanbeker gespeeld. We dachten nog van, nou, we hebben kans. Maar Max deed natuurlijk mee. Ja, jij stuurde nog een mooi berichtje in onze appgroep. Van, schrijf je in voor een alternate event, doet Scottie Scheffler opeens toch mee. Ja, ja, toen dacht ik ook nog van, oh, ik ben nog in vorm, ik heb nog zin in. Maar toen werd ik 's ochtends wakker en toen dacht ik, jezus, ik amper geslapen, hoofdpijn. En, ik had er echt geen zin in, eigenlijk. Maar nou ja, het was in ieder geval, het was wel een gezellige dag. We hadden een leuk flight, maar het golven was niet om over naar huis te schrijven van mijn kant, moet ik zeggen. Ja. Maar ja, gelukkig, Max was goed, de eerste 14 holes, want ik zat bij hem in de flight. En daarna begon hij een beetje te lekken. Een paar drie putjes. Dat was een beetje jammer, want hij stond eigenlijk redelijk comfortabel aan de leiding. En uiteindelijk heeft Tim gewonnen. Want die maakte een stuk of 3-4 birdies die dag of zo. 3 birdies, ja. Elke keer als ik achterom keek, lag hij weer dicht bij de vlag. Ja, Tim was echt mooi. Ja, ik heb een tijdje geleden met Tim gespeeld. Wanneer was het? Oh, dat was in de strookplay volgens mij. Ja. Die man heeft op 18 holes, geen grap, geen één fairway gemist toen. Dat was echt, echt bizar. Maar het is wel de dag van de shout-out. Ja. Ja, maar was echt, maar ik vond eigenlijk de scores wel een beetje tegenvallen. Want het was ook, dat spreek ik ook over mezelf, maar het was windstil, de baan er perfect bij, het was droog. Ja. Denk echt, en dan de beste scoren 6 boven en de rest allemaal 10. Ja, 5 dacht ik toch of niet, maar... Nee, 6. Oh, 6 zelfs, jeetje man. 6 was de beste, daarna volgens mij 10 of 9. Wij waren gedeeld 5e. Ja, met 10 boven. Met 10 boven, ja. Maar ja, dat stond ik al naar 8 holes ongeveer, dus voor mij was het nog redelijk. Ja, 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 ja. Laten we beginnen even met Amerika. De meeste mensen zullen het niet gezien hebben, maar daar hebben we het daarom, over. Ja, want ik weet niet hoe het met jullie was, maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die echt denken, het interesseert me echt helemaal niks. Maar het was het laatste toernooi van het reguliere seizoen. Maar een move in position voor de playoffs, helemaal spannend. Zeker, en het was ook, en achteraf, en dat is bijna best wel vaak, is het echt een mooie closing dag geweest voor degene die hebben gekeken. Ja, dan moest je wel tot middernacht, tenminste, nee, 2 uur 's nachts. Het was na 2 man dat het klaar was. Ja, ja, wij doen nu net alsof we het live gekeken hebben. Maar... Jawel. Volgens mij daarom zijn we ook een beetje moe. Volgens mij had in de Van Wereld heel veel Coca-Cola op. Toch? Ja, of niet? Of beter, heel veel Red Bull. Beter dan cocaïne. Ja, dat is, nou, dat titel hebben we ook voor deze week. Ja. Soms heb je van die toernooien waar je echt zin in hebt. En dan is het saai en dan loopt iemand ermee weg. En soms heb je inderdaad van die toernooien, boeit je helemaal niks. Dan denk je, zal ik nog heel even aanzetten zondagavond? Maar dan is het toch heel leuk. Ja, en je moet wel zeggen, het was al donderdag, deed ik een poging om aan te zetten. Rain delay. Dacht ik gelijk, dat was toch die storm waar het de hele week al over ging? Goed begin, dacht ik ook. Gelijk, daardoor was die baan de hele week nat voor de rest. Ja, ik dacht toen, het wordt een lift toernooi, 54 goals. Maar ze knalden er gewoon 36 in hoor, op zondag. Meer? Er waren jongens die op zondag nog ronde 2 moesten afmaken. Ja. Sick. Je gaat door die banen heen, wat dan ook, weet je wel, gewoon op zo'n manier. Nou, ik hoorde van, ik had een andere podcast geluisterd, een Engels podcast, en die ging over sponsorships in golf. Ik weet niet of jullie die hebben geluisterd. Nee. Wel een hele leuke podcast van No Laying Up. En die hadden helemaal het sponsormodel bij golf en zo uitgetekend. En er kwam dit voorbeeld ook in voor. Van stel, er is een, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die dan veel geld betalen voor exposure. En stel, er gaat ineens een ronde uit. Dan bellen al die vertegenwoordigers van die bedrijven op. Die zeggen, hallo, ik had nu een dag exposure eigenlijk. Ik heb maar 25% van mijn geld terug. Nou, en dan gaan die, want het is natuurlijk een heel groot netwerk. Dan zeggen ze, nee, maar dan zetten we daar wel weer een bord met jullie. Op dat toernooi weer een bord daar neer met jullie logo. En dan fietsen we daar wat commercials op de website. Dus dat is een heel gepuzzel. Maar dat wordt dus heeft best wel impact, zeg maar. Ja, het is een grote big business natuurlijk, hè, de PGA Tour. Maar nu hadden ze een extra dag. Ja, vandaag. Door één flippo. Heeft iemand nog gezien wat hij gemaakt heeft op die laatste hoor? Ja, par. Met een up en een up vandaag. Weet je wat er gebeurde? Hij begint de dag met TIO relief aanvragen. Want hij had hem dus heel ver links gemist. Richting die andere fairway. Maar hij lag in hoog gras, achter een boom. Compleet kansloos. Maar ja hoor, kwam er ook nog eens bij. Het scorebord stond ergens links bij de ring. Ook nog relief. Dat zag je heel goed... s'avonds laat, want toen was dat het enige stukje van de baan wat nog verlicht was. Maar komt dat omdat ze het maandag normaal gesproken willen opruimen? Nee, hadden ze het maar het was dus Matt Kuchar, hè? Die,
Die sloeg op de laatste hole, sloeg die af, terwijl de flight voor hem nog op de fairway stond. Ja, toen dacht ik, hij slaat juist af om het nog af te kunnen maken. Om een beetje te versnellen. En het, je kon het nog best zien. Het was donker. Ja, maar het, op tv schijnt het altijd iets lichter te zijn dan het echt is. Ja, hè? Dat weet ik. Maar ik heb, dan zie je van die lage camera's en dan zie je ineens echt hoe donker het is. Wij hebben wel eens in dat weer op hol 8 gestaan. Dan moesten we hol 9 nog doen. Gaat dan niet om een 500.000 of zo, hè? Met fucking Kutcher, man. Ja, nee. Ja, dat was toch treurig. Ja. Hij had zelf ook spijt. Ja. Dat zag je. Het is wel iets voor Kutcher. Ja. Misschien had hij zijn caddy niet genoeg geld beloofd. Hij had toch ook een of ander onzin verhaal. Dat hij deed het als statement dat hij zeg maar maandagochtend terugkwam. Want hij vond het oneerlijk. Want eigenlijk had hij Max Graceman. Ja, daar heb ik het straks nog wel over. Hij vond dat hij eigenlijk had moeten winnen. Maar dat hij nu verloor omdat het donker werd en het niet meer kon zien. Dat was een verhaal wat ik hoorde. Ja. Man. Ja, ik snapte er ook niks van mee. Ik vond het vooral heel dom. En ja, want kijk, als het nou nog in the heat of the moment gebeurt, maar je hebt toch alle tijd om na te denken. Die man heeft een ton aan ervaring. Ja. Hij staat ergens kansloos 13e, had zichzelf al uit het toernooi gespeeld. Het was echt heel, heel raar. Ja, nou, heel veel plezier dat hij maandagochtend terugkwam. Kan nog een nachtje langer blijven dan. En volgens mij besloot hij toch al voor dat... Maar alle vrijwilligers moeten weer komen. De scoreborden kunnen niet worden opgeruimd. Die moet al naar het volgende toernooi. Het, is natuurlijk, het heeft wel wat impact. Ja, het was echt bizar. Echt een knuppel. Het was er ook één. Als je nou nog met de hele flight afspreekt, het gaat niet. Maar als je dat in je eentje ook beslist, terwijl de rest doorgaat, dan heb je echt een bord voor je kop. Hij was misschien een beetje chagrijnig, hè? Heb je het over Kutcher gehoord? Want hij had voor het eerst sinds de introductie van de playoffs. In welk jaar? Vijf jaar Singh ergens een keer. Nee, 2007 waren de playoffs voor het eerst. Serieus? De FedEx Cup playoffs, ja. En hij is voor de eerste keer dat hij dit mist sinds het start. Dus, was VJ Singh toen nog goed, hoor, 2007. Ja, ik heb dat meegekregen, de eerste keer. Ja, dat zei Inder ook. Ja, het was inderdaad lullig voor hem, maar dat zat er een keer aan te komen. Maar dat is het probleem niet. Kan een keer, je carrière is een keer voorbij. Maar... Ja, en het zijn er tegenwoordig maar 70, hè, in plaats van in het begin waren het er meer. Dus dan was het makkelijk om te halen. Ja, durf ik even tussendoor de vraag te stellen of iemand heeft gekeken naar notables die de kut hebben gemist? Dat viel mij wel op, dat het nog redelijk veld was. En dat... Maar zijn er mensen die, waar jij nu zegt van, hey, die valt me wel op dat die net buiten de top 70 zijn? Oh, nee, dat viel me wel mee. Ja. Okay. Maar dat komt door die signature events. Al die grote namen komen in die signature events. Word je dan je 36e, krijg je net zoveel punten als dat je hier 12e wordt. En dan ben je dus halverwege geëindigd. Dus ja, het is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Als je met de signature events het mist, dan ben je eigenlijk echt slecht. Maar het grappige aan dit toernooi is, dit is dus het laatste toernooi van de regular season. En dan spelen ze altijd van, wie gaat het halen, wie gaat het niet halen? Uiteindelijk is er niks veranderd. De 70 mensen die erin stonden, staan er nu ook in. Dit toernooi heeft niks gedaan. Oh, nou... Dus Perez stond 71ste, heel lang weekend gehad, staat nog steeds 71ste. Ja, maar er is iemand is eruit gegaan, ik weet niet meer wie, maar Perez gaat wel spelen. Ja, was het Murray wel, toch? Oh ja. Ja, maar het was in elk geval zo dat niemand heeft zich in die top 70 gespeeld. Echt, bizar. Ja, Murray zou in de top 70 gestaan hebben. Ja, ja. Ik kan nu toekijken van boven. Maar ja, het toernooi zelf, de laatste dag. Ja, de laatste paar holes. Ja, Max Graceman, die slaat dus een eagle. Een wedge in de hole, toch? Ja, we hebben het twee weken geleden over hem gehad. Want hij was die man die uit die bomen die sikke hoek sloeg, waar wij allemaal enthousiast over waren. Ja. Ging ik even terugkijken. Had hij ook in Schotland goed gespeeld. En ook US Open goed gedaan. En hij is rookie. En hij was nu in control. Hij kon winnen. En hij speelde strakke eerste 9. Met wel nog 1 of 2 bogeys, maar heel veel birdies. En een eagle. Ja, hij maakte dus een eagle op... Weet ik veel, 12 of 13 of zo. Nee, eerst op 4 of 5. Oh, ook nog, ja. En daarna maakte hij op 13 een eagle door een wedge in de hole te slaan. Van 90 meter ongeveer slaat hij hem een lobwedge erin. Denk je, dat is het klaar? En toen had hij 4 slagen voor. Toen had hij 4 slagen voor. En toen zei de commentator... Er wel echt een soort van implosie komen. Wil iemand anders nog kans hebben? Ik hoorde het in de van wereld zeggen. Dat doe ze expres om nog wat spanning in te krijgen. Ja, en toen kwam hole 14. Ja. En, hij slaat hem rechts. Niet 10 meter rechts, denk ik. Ja. Naast de fairway. En dan landt hij midden op het pad. En hij stuit het zo 20 meter door. En toen was het wel out of bounds. Als hij 2 meter links of rechts was geland, was het oké. Okay. Hij had die kut gelegen, had hij bogey gemaakt. Hij raakte nog bijna politieagenten, zag je dat? Oh nee, dat heb ik niet Die hadden helemaal geen idee. Ik zag dat 2 mannen in een geel hesje zo fietsen. Dat zag ik ook. En ging die bal tussendoor. Oh, die heb ik nooit eens gezien, hoor. Nooit eens gezien. Ja. Ja, die zien zich s'avonds terug bij de uitzending, denk ik. Ja. Maar dit is het probleem, dat het zo'n karretjesport is. Zeker in Amerika. 10 meter naast de fairway gewoon een hele strip beton. Ja, dat klopt. Maar aan de andere kant,
Die fairways waren ook niet heel smal, toch? Nee. Hij was wel echt wel behoorlijk mis. Tuurlijk, je moet hem wel missen. Maar ja. Hij vertelde nog in zijn interviewtje na afloop. Hij speelde met Perez. En in ronde 2 had Victor Perez hetzelfde gedaan. Ook op het pad geslagen. Maar die maakte wel een dubbel. En Graceman maakte een 8. Ja, want hij sloeg zijn tweede drive links. Hè, ook in de rough. En toen kon hij niet naar de green. Ja, en hij maakte nog een... Hij miste nog een putje van 2 meter of 3 meter. Ja, toen wilde hij een lay-up slaan. Ja. En die lay-up slaat hij in de bunker. Ja, het is echt zoals wij dat ook zouden kunnen doen. Hè? Ik zeg dat vaak over mezelf. Lekker fout op fout stapelen. Daar ben ik goed in. Nou, dat deed dus nu een pro ook een keer. Ja. Met een lay-up in de bunker. Dan uit de bunker voor de green. De chip net te ver voorbij. Waardoor je de put ook nog kan missen. Maar ook wel echt classic. Na je eagle een quadruple maken. Hol daarna weer birdie. Want dat was weer een par 5. Had hij 2-put beurt. En dan hol daarna 4-put. Ja. Ja, dat was het moment dat het echt was. Dit is lekker laatste ronde, toch? Ja. Wat een achtbaar ronde. Ga dat nou eens uitleggen, je psycholoog. Wat gebeurde er? Ja, ik zag alleen maar clowntjes rondspringen en ik heb voor de rest geen idee. Mijn hartslag was 200. Ja, maar het is wel... Ik weet niet hoe jullie dat... Ik vond het wel sneu voor hem. Je hebt wel eens dat je het leuk vindt dat zo'n toernooi weer spannend wordt of zo. Maar die jongen ook omdat hij... hij heeft credits... Jij refereerde al in die pot tegen Jonathan Vegas, was dat? Ja. Dat hij die ijzer 4 sloeg. Ik vind als je dat doet op zo'n moment, onder die lage hoek onder die bomen, dan heb je echt ballen. Dan win je gelijk, dan win je voor mij. En dan nu. En hij is rookie. Hij is dan wel 29, dus hij heeft wat laadbloeier. Maar ik gun het hem ook wel. Maar Aaron Rye ging ermee vandoor, hè? Ja, nou, die zagen we ook wel aankomen natuurlijk. Die speelde ook het hele seizoen nog goed. Ja, echt een goed jaar. En een super strakke 6-onder. Ja, hij speelde het toernooi waar was dat? Waar die bal in die gul verdween. Speelde die ook heel goed. Had hij ook in de laatste flight? Met Cameron Young. Met Cameron Young. Ja, dat was zo'n gul midden op de fairway. Welke was dat ook weer? Welk toernooi? Ja, de Rocket Mortgage. Rocket Mortgage, ja. 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 Maar daar speelde hij ook al goed, toch? En daar was hij ook goed. Ik weet het niet. Ja, het staat me bij dat ik 2 of 3 keer al in contention heb gezien. Ja, en op die open was hij volgens mij ook in het begin. Schots open was hij. In het begin, volgens mij heeft hij wel meegedaan in een van die toernooien. Maar niet echt... voor de echt hoge plekken. Maar wel mooi voor de jongen. Ja, en op 18 lag hij een beetje downhill. Ja. Hè? Want daardoor zag Koets zich het niet. Want het is echt een flinke helling op een gegeven moment naar beneden. Ja, dan stond hij daar met nog 185 meter. En hij slaat hem gewoon op 1,5 meter. Hè? Ja. Dat was echt een mooi ijzer. Ja, want uiteindelijk, dat was wel het mooie. Dat hij won hem dan dus toch wel zelf. Door die birdie te maken op 18, waar echt niet veel birdies vielen. Daardoor won hij hem. En het was dus, natuurlijk was het ook wel de ineenstorting van Graceman. Maar het was dus ook dat hij hem zelf ging halen. Ja, en met een min 6 ronde. Ja. Dus dat deed hij gewoon top. Ja, hij oogt wel sloom, hè. Het is niet echt iemand waarvan je krijgt geen energie van. Het is geen Paul de Mark. Nee, maar er zijn wel wat meer golfers waar je wel een beetje energie van krijgt. En deze gozer, jongen, die pre-shot routine duurt lang. Ik snap niet dat jij niet wat meer op hem haat, Pete. Want jij haat altijd Brian Harman, dat hij staat te waggelen. Maar dit is ook wel een slome draak, zeg. Ja, maar het is niet alleen een slome. Ik vind die Aaron Rye heeft gewoon een mooi verhaal ook. Brian Harman lijkt een beetje over... Wil je dat nog even vertellen, dat verhaal van Aaron Rye? Nee, die wel 10 keer. Maar ik vind die Brian Harman komt een beetje als zo'n verwend Amerikaans snotjong over. En Rye komt als zo'n vrijgevochten die gewoon door de modder heeft moeten klimmen om hier te komen. Zo dat gevoel heb je een beetje. Wat ik ook nog mooi vond, er was nog een fan van Aaron Rye in de flight. Billy-o! Dat zag ik ook. Dat was schattig. Dat was mooi, man. Billy-o, een box ergens. Ik had ook altijd een beetje... Ik werd altijd heel neurotisch van Billy-o. Maar tot die open, hè? Bij die open, stal die mijn hart een beetje. En nu is het... Is het los? Hij zat dus wel een beetje... Af en toe gaf hij hem een box van goede bal. En op die laatste hole schijnt hij dus op de teebox gevraagd te hebben. Ja, wil je de stand weten? Dat wilde hij niet. En toen maakte Rye die put. Zag je Billy-o echt zo met zijn vuist in de lucht? Ja. Even de fist pump doen. Ja, en daarna, bij het tekenen van de kaart zat hij ook met zijn hand om hem heen. Was hij nog steeds... die heeft hem door die ronde heen getrokken. Nou, ik denk ook... Zij kennen elkaar waarschijnlijk ook wel... Omdat Billy Horschel speelt ook wel eens in Europa natuurlijk. Dus ze kennen elkaar daarvan, denk ik nog. Ja, Horschel is wel een van de weinigen die nog wel eens vanuit passie de overstap maakt, volgens mij. Die speelt altijd ook nog wel eens de... Hoe heet dat ook weer? Dat dunhill links. De dunhill. Speelt hij dan wel. Hey, en Paul, even voor jou. Want jij bent natuurlijk van de statistieken en strokes gained percentages. Rye, wat denk je dat hij met zijn approach play aan strokes gained had op de laatste ronde? Ja, ik vind het wel altijd het mooiste stat. Want dan heb je gewoon de beste ijzers geslagen. Dat vind ik het meest pure van het golfspel. Ja. Maar als jij dit zo zegt, denk ik dat hij 4 slagen met zijn ijzers heeft gewonnen. 4.11. En dat is beste het hele seizoen. Dus dat wat? Heel knap. Beter dan een Scotty stat? Nou, ik denk zijn beste het hele seizoen. Ja, ja, dat zou wat zijn. Sweet. Ik heb ook nog één nabrandertje. Die amateur. Die heb ik nu volgens mij... Die Clanton. Oh ja, die. Ja. Die moest vandaag alweer... Want dat was ook het verhaal.
Oh, oké. Okay. Nou, gisteren 38 holes. Gisteren 39 holes gespeeld. Want hij was dus die jongen die ze vrijdag nog af moest maken. Ronde 2 nog af moest maken op zondag. Ja. Maar ik heb hem ook weer een paar darts zien slaan. Voor mij is hij vijfde of zo weer geworden. Ja, dat was goed. En het niet de eerste keer. Want ja, vergeef me niet. Ja, ik weet wel, dus als niet accuraat. Maar volgens mij is hij nu al zijn derde top 10. Ja, hij was ook goed in die. Wat was het? John Deere of zo. Maar hij moet gewoon amateur blijven. Dat is het belangrijkste. Nou ja, wel heel knap van deze gast. Ja. Maar die moet dus, volgens mij, vandaag al begonnen. US Amateur, dat is een heel groot veld. Oh ja. Moest hij vandaag om 2:00 moest hij alweer starten. Ja, het is zo, mooi. Wat een leven. Ja, maar wel klasse, weet je. Dit soort gastjes zijn natuurlijk wel mooi. Ja. Hey, en laatste, misschien even om dat te want we gaan nu de playoffs in. Dat zijn volgens mij 3 toernooien. Ja. Martijn, volgens mij de BMW is de tweede. Ja, FedEx St. Jude is nu eerst. Is de eerste, dan de BMW en dan de Tour Championship de Coca-Cola. Jouw favoriete merk, hè? Zeker. Ja. Gaat er nog iets raars gebeuren? Nou ja, zijn er nu 70 door, hè? Alle 70 in het veld, trouwens. Ik dacht, er zijn er nog best een paar die even kunnen overslaan. Want nee, dat er zijn zoveel niet punten door, maar hier wordt niet meer overgeslagen. Alle 70 gaan ze meedoen, las ik. En Victor Hovland staat buiten de 50-bubbel. Ja, het is een jongen die was natuurlijk vorig jaar FedEx Cup kampioen. Heeft al die toernooien gespeeld. Heeft voor maar één keer het redelijk gedaan. En verder alleen maar slecht. Ja op die baan van Jack Nicklaus. Daar was hij goed. Voor de rest niet. Oh ja, Memorial. Ja, en verder was het Speed. Die gaat het echt moeilijk hebben. 60ste of zo. Die staat zelfs buiten de top 60. Ja. En verder staan de bekenden wel een beetje erin. En is dat St. Jude Classic? Is dat nog een beetje een toernooi waarvan je zegt van... daar is iets significants aan? Ja, je hebt daar die laatste hole. Dus volgens mij zo'n dogleg om het water. Dat is wel een leuke hole. Maar... het spreekt mij niet echt aan. Dat was vroeger was dat een World Golf Championship, volgens mij. Typisch Southwind of zo. Ja, zoiets. Oké. Maar volgens mij kan je er best laag gaan. Oké, de beste 50 volgens mij gaan dan door naar BMW, zeg ik. Ja. Of de beste 30 gaan naar het Coca-Cola dan, de week daarna. Nou, het is niet het Coca-Cola, hoor. Tour Championship. Vroeger was het Coca-Cola op East Lake. Ja. Volgens mij is er wel wat in Europa. Die mogen toch ook wel weer een keer beginnen. Oké, waar heb je gekeken? Czech Masters, volgens mij zag ik. Ja, Czech Masters. En dat doen best wel grappige namen mee. Natuurlijk de Nederlanders. Alle drie, onze jongens doen mee. Van Driel, Huizing en Luiten. En ik zag ook nog een Nederlander staan. Wouter de Vries. Oké, nou ja. Ik weet niet hoe die erin is gekomen, maar misschien via een amateurwedstrijd. Ik zag Jason Duffner staan. Major winner. Brent Snedeker. Echt? Is een FedEx Cup winnaar, toch? Maar speelt hij nog PGA Tour? Of is die al afgezakt naar Korn Ferry? Nou, die is volgens mij zijn kaart al kwijt. Oké, nou ja, dan kun je dat nog in Europa meedoen. Ja. Oké, nou ja, goed dan... En Jonas Blixt. Maar nu zit ik inmiddels zo ver onderaan de lijst... dat het misschien wel de jongens zijn die niet meer mogen. Dat weet ik niet. Nou, Blixt zal toch wel mee mogen doen? Er staat meestal zo'n lijntje van reserveplekken en zo. Ja, maar... Oké, dat is volgende week. Maar we moeten ook nog eventjes terugbeschouwen natuurlijk op het damestoernooi bij de Olympics. Ja, maar de enige dame ongeveer die we hadden genoemd... omdat ze al allemaal medailles had... Ja, die heeft gewoon gewonnen. Ja, shout-out van Martijn. Voorspellingje. Derde keer op rij, toch? Nee, niet derde keer op rij. Ja, dat ze medaille wint. Ja? Ja, dus ze had al zilver en brons, toch? Ja, het is wel echt knap. Dat is wel echt knap. En eigenlijk de laatste dag eigenlijk onbedreigd, als je eerlijk bent. Ja, ze stond op een gegeven moment 6 voor, volgens mij. En toen maakte ze nog ergens een dubbel. En toen kwamen nog een paar mensen met een paar birdies dichtbij. Maar die had nooit het gevoel dat iemand anders ging winnen. Maar hoe bizar is het dat je gewoon 3 Olympische Spelen op rij medaille wint in golf? Ik denk dat het echt heel knap is. Ja, dat gaat toch nooit meer gebeuren? Denk ik ook wel, ja. Hoe vaak gaan we dat nog zien? Ja, ik denk nooit. Dit is echt ongekend. Ja, dan had Schaufelen niet moeten instorten voor vorige week. Ja, en daarna moet je het 4 jaar later nog een keer doen. Ja, oké, maar Schaufelen kan best nog een keer op podium komen natuurlijk. Natuurlijk is de breedte minder bij de dames natuurlijk. Maar je zag Schaufelen hoe moeilijk het dus was. Tja. Nee, maar ze speelden ook echt goed. En het leuke is dan all black, dus helemaal in het zwart. Dat is dan ook een leuk tintje aan die Olympische wedstrijd. Hè, dat ze in de nationale outfit spelen. Dat was bij de mannen natuurlijk al, maar bij Nieuw-Zeeland valt het extra op. Ja, het helpt ook bij 34 graden. Dat is en, ook en ik zag op de slotdag nog iets wat me een week eerder ook overkwam. Een Duitse die alles midden fairway heel ver sloeg. Ja, die werd tweede. Henselite of zo, Esther. Ja, want die Zwitsers stortte in. Zo, ja, die had op de tweede dag een insane eerste 9. Dat was de Hilversum Zwitsers, toch? Die al helemaal in tranen was dat ze niet zo goed deed op Hilversum, maar tweede werd. Dat is ook bijzonder, hè? Dat is toch ook echt, je hebt ook van die mensen die gewoon 9 onderstaan naar 12 en dan helemaal kunnen imploderen. Dat soort spelers heb je ook, dat soort types. Ja, nou, we hebben het net over Graceman gehad. Golf is echt moeilijk, man. Ja. Jawel, maar je hebt ook van die stabiele...
Van die shovelers. Van de Lydia Coast. Die shovelers die ook ineens kunnen imploderen. Jawel, hebben we vorige week gezien. Ja, maar je hebt wel echt steady golfers. Ja, maar je hebt echt spelers die echt laag kunnen gaan. En dan ook echt hoge punten. Dat was bij die vrouw wel te zien, vond ik. Want die Boutier die maakte de eerste dag heel laag. Zo, 700 of zo, 800. En toen die tweede dag maakte Metro heel laag. En in tussentijd had je nog niet het idee van, nou, Lydia Ko gaat het doen. Nee, dus, klopt. Dus die stond steady, een beetje zesde, zevende. Ja, dus, tot dan de vrijdag, zeg maar. Beetje de Justin Rose vibe. Hè? Als ze er eenmaal is, dan gaat ze niet meer weg, zeg maar. Kijk eens aan. Maar als eenmaal die... Je ziet toch wel, zeker bij die dames, nog meer bij de heren hoe moeilijk winnen is. Ja, zeker. Ja. Dus die jonge meiden, die hebben het... Of ik weet niet eens hoe jong ze zijn, maar die wat minder ervaren dames... Die hebben het gewoon heel moeilijk met het vier rondes volhouden. Ja, maar dat was dus ook zo knap aan die Duitse. Die kwam ze op een gegeven moment in contention. Hè, want die maakte birdie naar birdie. En op een gegeven moment stond ze nummer 2 achter. En toen sloeg ze vanaf op 17 sloeg ze hem net in de rough. Kwam toch ook weer op de green op 2-3 meter. Maakte ze die put. En toen sloeg ze echt een streep van een drive. De enige de hele week die ik gezien heb... die het op het allersmalste stukje van de fairway van 18 slaat. Dan heb je nog echt kort in. Iets van 130 meter had ze in. Terwijl iedereen legt hem een beetje op die 160. Dat is echt ver, hoor. Dat is een paar 5, hè, voor de dag. En toen was het toch... Ja, ja, maar het is 400, hè? Het is toch 270 drive? Ja, ze sloeg... die hole is 4-5, 4-10. En toen sloeg ze die bal van 130 meter... Ja, die sloeg ze eigenlijk niet dicht bij de vlag genoeg. Want ze moest eagle maken om nog gelijk te komen met Ko. Ja. En nu kon Ko het natuurlijk veilig laf uitspelen. Stond de vlag weer zo vooraan? De vlag stond juist een beetje achteraan. Okay. Maar dat is ook weer tricky, want als je er overheen gaat, heb je ook weer water. Ja, ik denk dat... Ja, die hole, jongens. Maar dat is het voordeel van de Olympics. Dan ben je gewoon heel blij met de medaille. Ja, dat klopt. Dat was zij ook. En terecht, hè, want wie had dit van tevoren verwacht? Zeker. Dus, maar dat is eigenlijk ook... Toen ze die eagle niet maakte, toen was ze echt KO. Toch? Ja, inderdaad. Okay, ja. Maar en dat is inderdaad wel het leuke aan de Olympics. Ook voor mij als kijker. Want normaal kijk je alleen maar naar de winnaar. En... Als dat dan op een gegeven moment gespeeld is, haak je toch mentaal een beetje af. Maar nu, bij de Olympics, heb je dat dus niet. Omdat je toch denkt, oh, voor diegene is zilver of brons ook nog hartstikke tof. Nee, het is wel gewoon een succes, golf op de Olympics, toch? Ja, ik wou net zeggen, absoluut. En ook bij de vrouwen was het weer heel druk met toeschouwers. Ja, nou, je hebt het er, als ik toch even een brugje maken, vechten om brons. Ik weet niet of je de waterpolo-dames nog hebt gezien. Zo, dat was wel redelijk vechten. Ja. Letterlijk vechten. Toen heb ik echt voor de tv staan juichen, hoor, moet ik zeggen. Was toen stond met 9-4 Van der Sloot, Sabrina. Ja. Zo, wat klas is dat. Echt. Ja. Nou, ik heb een tranen in mijn ogen, joh. Dat ik echt daar stond van, dat is toch mooi, hè, voor die meiden. Ja, ja, hard vechten. Dat is vet. Ja, de halve finale net verliezen eigenlijk, hè, op shootout was dat of zo. Ja, tegen Spanje. Ja, toen kwamen ze ook echt insane terug. Ja. Het is wel een knokploeg. Ja. Toen dacht ik eigenlijk tegen Spanje van dat ze het zware werk gedaan hadden. Ik dacht, die gaan ze winnen. En toen konden ze het niet over de streep. Maar het zit zo dicht bij elkaar allemaal. Ik vind het ook knap, want die keepster, die zei ook... Want dat was volgens mij een tweede keepster of zo. Die stond erin tegen Spanje. Ja, en maar die ze wisselden in die penalty-serie. Okay, die shootout-serie. Ja, maar toen zei ze van, ja, weet je, we hebben dit verloren. Maar reken er maar op, we gaan de brons gewoon pakken. Ja, nou, tegen de USA. Hè? Die zijn, en na die drie kwarten, of wat dat ook is, dachten van, nou, dit wordt niks meer. 5.8 of nou, zo. Ik heb het begin gezien en ze stonden 9-5 achter. Ja, maar elke keer... Al die Amerikanen die gooiden alles erin. Ja, ik heb hem uitgezet. Het hele toernooi begonnen ze matig en kwamen ze op het eind terug. Ja. Ja, het is een goede conditie. Echt, die coach was ook helemaal klaar mee. Hè? Die zag je ook. Je hebt al voor die coach die zeggen, kom op, ga ervoor. Die zat al van, ja. Dat is die Griek, toch? Wat een gedoe. Is het een Griek? Ja, nou, ik kon zijn accent al niet kwijt thuisbrengen. Nou, misschien heb ik het helemaal verkeerd, maar ik dacht dat hij Griek had. Nee, maar hij was wel echt even boos. Hij stond echt zo van, ja, wat de fuck is dit, joh? Zo, hij keek echt zo van, ja, als het zo moet, dan ga ik naar huis. Het is goed. Maar ze gingen toch ook tactisch iets veranderen in de verdediging, waardoor anders werd. Van waterpolen, dat gaat ver. Maar dat vind ik juist leuk. Die analisten, wederom shout-out aan de NOS-commentatoren, die weten mij dus in zo'n sport waar ik geen verstand van heb, wel erin te trekken, dat het ook nog een beetje tactisch interessant wordt. Wat volgens mij gebeurde is, ze hadden opkomende backs nu en een ruit op het middenveld. Dat was het belangrijkste wijze. Kijk, dat was het. En de Amerikanen misten iemand. Ja? Die hebben geen mid voor. Die hebben niet zo'n dikke... Die in de weg gaan. Ja, dat is echt, ze hebben allemaal zo'n dikke die oorlog maakt. Ja, en dat is super handig. Maar echt niet normaal, want er wordt gevochten, jongen. Maar snap jij de spelregels? Want wanneer krijg je nou een overtreding? Totaal random. Dat is soms, dan zie je al iemand onder water verdwijnen als zo'n dobber. Ja, bloep weg. Maar oprecht, daardoor heb ik hem wel een paar keer bij waterpolo eerder uitgezet. Want dan
Nou, die wedstrijd niet. Dan fluit die scheids een paar keer en dan ben je er wel klaar mee. Ja. Nou, ik hoorde ook van een paar van die commentatoren, die zeiden ook van ja, weet je, die scheids kan het eigenlijk ook niet goed zien. Nee, dat kan ik niet. Het is gewoon gokken. Ja. Nou, onder water kijken ze ook niet, zeiden ze dus. Ze kijken niet met een camera onder water. Ja, nee, daar gebeurt het. Ook weer een beetje fout. Zeker bij de dames. Wat fout. Ja, dus dan ben jij degene die het onder water al in de gaten houdt. Ja, ja, maar dan wordt er ook geschopt en getrokken. Ja, oké, maar... Ja. Oké, nou, dat je snapt wel wat ik bedoel, toch? Ja. Hey, en Harry Lavrijzen? Ja, baanwielrennen. Ja, die gast, dat is... Ja. Ja, zijn benen zijn net zo dik als mijn hele lichaam. Ja. En ik ben niet dun. Als de tafel. Dus, als de tafel. Ja. Ik zei nog tegen Bart, daar kunnen wij allebei in die benen. Zo, echt insane. Ja. Ja, ik vond het mooiste bij die Kajerin. Volgens mij was het zo dat hij met nog twee rondes te gaan lag hij vierde of zo. Of derde. Toen dacht ik, nou. En toen zag je op een gegeven moment, oké, nu ging die aan. En dan was het ook alsof de rest gewoon stil stond. Gewoon, hij ging er gewoon vandoor. Je dacht, nou. Ja, dat was in die kwartfinale, toch? Ja. Laat hem maar uitrollen, joh. Zo'n dat is goed. Ja. 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 Er gingen nog een paar heel hard onderuit in die bocht, die laatste bocht. Ja, met z'n drie, hè? Ja. En toen duurde het heel lang voordat de uitslag bekend werd. Werd het nog even spannend gemaakt door de commentatoren. Ja. Het zal toch niet een strafje zijn? Ja, wel onzin. Ja. Dat was echt onzin. Ja, en hij is de succesvolste Nederlandse Olympiër ooit. Ja, hè, het wel een baas. Ik heb nog een vrij... Het was een podcast van hem met het AD. Duurde wel een uur. En daar vertelde hij hoeveel hij met één been een zo'n press doet. Dat je zo schuin op je rug ligt. En dan omhoog. En dat je hem zo schuin omhoog... ik zit nu half op mijn stoel het voor te doen, maar... Hoeveel doe jij dan even voor de... Geen idee, want ik kom niet vaak genoeg in de sportschool. Ik ben altijd bang als ik dat zie, dat die knieën zo omklappen. Maar raad even met één been, hoeveel kilo drukt die weg? Zo'n schuin omhoog. En dan even realistisch, goh, even denken. 160. Nee, minder denk ik. Ik denk 100, 130 of zo. 470. Nee, joh. Per been. Nee. Met twee benen kon die een auto, zei hij. Ja. Een kleine auto. Kunnen ze die fietsen wel zo maken dat die trappers dan niet afbreken? Oprecht. Vroeger, ik weet hier iets meer van. Die Hoogland is nu iets minder goed, maar is een trainingsmaatje. Ja. En die had inderdaad met power meters trainen ze wel eens. Dus dan is die crank, hè, die staaf waar de pedaal aan zit, waar je mee trapt, die ronddraait, is dan een power meter. Die waren niet sterk genoeg, die trapten ze in tweeën. Dus die fiets, jongen, die is echt... het gewicht is natuurlijk iets minder belangrijk bij deze sport. Want het gaat vlak. Maar ja, dat zijn echt... Nou ja, ik zag ook die krachten die gasten hebben, het is echt niet normaal. Maar ik zag ook al beelden van die Japanse fietsen. Helemaal high-tech, super high-tech. Ja, overal. Dat je wel denkt van, nou ja, het kan niet alleen maar licht zijn. Nou, het is wel tof, hè, want ze rijden op een Nederlands merk. Ze rijden op Koga. En verder in het wielerpeloton zie je niet echt meer die Nederlandse merken. Dat is allemaal andere landen. Maar dat is wel ik denk een knap staaltje. Die fietsen zijn ook niet zo goedkoop, hè? 30.000 hoorde ik of zo. Ja. Echt wel, maar je verkoopt ze ook niet aan de grote markt, hè? Dus, dus je jij kan hebt ook nooit niet grote... één thuis staan. Ik heb één keer op de baan gefietst, jongen. Dat is eng als je daar voor het eerst komt. Yeah. Weet je hoe stijl die rand is? Je denkt, dat kan helemaal niet. En we hadden echt een hele strenge juf. Dat was helemaal niet leuk eigenlijk. Maar we gingen bij een vrijgezellenfeest daar baanwielrennen. Dronk ook nog. Ja, we mochten. En die werd de hele tijd boos op mij. Want dan had ik op tv gezien dat ze van boven naar beneden kwamen om te versnellen. Dat mocht ik dan helemaal niet. Nou, had ze mijn ronde niet getimed, telde ik niet. Maar Paul, je mocht alleen maar surplus doen. Nee, mag nu niet meer. Maar, Maar Paul, ik herken een patroon met vrouwen die jouw instructeur zijn. En die dan boos op jou worden. Omdat je niet luistert. Ja, zal het aan mij liggen. Ja. Ja. Zou zomaar kunnen. Maar ik denk dat als ik op zo'n fiets ga staan, dat ik dan denk na een rondje vraag van ja, kunnen jullie de rem eraf halen? Ja, die is er al. Ja, weet je wat spannend is? Je kan op één manier remmen. Je kan niet remmen. Nee. Nee, en je hebt geen versnelling. Je zijn gaan liggen. Ja, dat is de enige manier. Ja, dus als je even denkt, ik hou mijn benen stil, dan sla je over de kop gewoon. Hè? Ja. Ja, dat is wel even wennen. Die Brit was daar goed in, toch? Gewoon remmen door te vallen. Ja, dat zei Lavrijs ook. Hè? Die is echt gek. Man, wat een kamikaze gast was dat. Ja, Carlin. Wel echt bizar dat Hoogland die brons trouwens niet kreeg. Maar ja, het zal me wel weer. Ik ken de regels niet. Er was ook ergens wat later was nog zo'n puntenkoers. Of zoiets. Ja, ja. En de Madison. Ik weet niet meer wie het was. Dat is de koppels, de Madison. Misschien een Belg of zo. En die reed nog in zijn kapotte pak van de daarvoor. Want ze zeiden van, ja, dit is niet zoals alle commerciële ploegen in de Tour en zo. Deze jongens, die hebben niet zoveel geld. Nee, is soms maar één pak. Lavrijs is groot. Ja, okay, en die sponsort nog wel iemand. Maar dit zijn echt van die sporten waar je afhankelijk bent van NOC en NSF. Ja. En in Nederland dus de vriendenloterij, of hoe heet het allemaal? Al die loterijen. Ja, dat weet je. Je moet echt geluk hebben dat er zo'n wereldtalent tussen zit. Maar die hebben niet 20 die fietsen. Die rijdt dus met zo'n volledig open schouder en zo'n volledig open dijbeen. Dat je denkt... Ja, dan moet je denken als je dan valt. Ja, niet dat het pak iets tegen. Ja, dat maakt niet uit. Maar, die sprinters gaan 80, hè. Echt hard. Ja, ik moest er nog om lachen, want ik zat met Roderick in de flight. Die heeft altijd van die mooie uitsmijters. Dan kan je ook vertellen. Toen hadden we het ook over het wielrennen. Toen zei hij, ja,
Als je dan valt met 75, dan heb je 3 maanden later haal je nog de splinters uit je arm. Ja, nou, dat hoor je wel. Toen dacht ik, ja, dat is wel een... ja. Hey, en de hockey... ja, hockey... hockey? Ja, we zijn genoten van het hockey? Dat is toch klasse? Ja, was klasse. Ik vond shootout is toch loterij, jongens? Ja, maar die tegen de Chinese dames vond ik wel knap als je dan in de laatste minuten zo'n strafcorner krijgt en je weet van deze moet erin, dat je het dan wel doet. Vind ik wel knap. Nee, het was allebei heel mooi. Ja, ik vond vooral die gasten. Die hadden het sinds 2000 niet meer gedaan. Alleen die Dommert die nog even die keeper ging... dat hoort toch een beetje bij. Ja, vind ik ook. Ze waren ook wel streng. Je hebt gelijk. Wij zijn wat meer voetballers wat dat betreft. Hè? Dan kan het gewoon. Ja, true. En iedereen legt altijd die topsporters naast de gewone mensen meetlat. Maar als je net Olympisch goud gewonnen in die fucking adrenaline zit... Ja. Dan denk je wel even anders dan mensen op de bank natuurlijk. Maar, nou, ik vond helemaal geen gekke reactie. Kom op, man. Dat wel lachen. Ja. Kijk, dat het Koeman destijds deed met dat shirt. Daar hebben we natuurlijk veel over gehoord in de media. Daar zou je van kunnen zeggen, moet je dat wel doen? Ja. Ja. Ja, die veegde even de Duitse shirt al. Ja, dat was 88. Ja. Ja, toen kon het gewoon nog. Andere tijden, sport. Ja, daarom. Ja. Wel mooi. Hey, ik had trouwens wel nog een dingetje, want ik kreeg een, geen grap, we kregen een boze luisteraar. Oh, ja, dat toch niet over hockey, hè? Wie hebben we beleden? Dat zat er een keer aan te komen. Sorry, over hockey. Nee, over, het ging over, zijn jullie ook zogenaamd tenniskenners? Ik ben al lang geen tenniskenner meer. Ja. Ik zit nog steeds in de kenningsfase. Maar wij zijn wel enthousiast over elke sport. Maar... Zeker. Jongens, ik zal het even toelichten, anders dan weten we niet waar het over gaat. We hadden het vorige keer over de gouden dubbelmedaille van Federer. Weet je dat nog? Ja, dat met Wawrinka, toch? Ja, ja, en we hadden. Deze luisteraar zei dat hij het gevoel had dat het een beetje gebagatelliseerd werd. Dat het niks waard was. En, het was een halve medaille. Zei maar het werd een beetje omdat. Hè, maar het is voor een enkelspeler. Enkels wel spelen. Martijn, jij met die de tennis. Zeker. Vanuit maar ging ik wil hier wel op reageren. Heel even, mag je even afmaken? Is het heel lastig om het dubbelspel mee te komen met de wereldtop, zegt diegene. Dus hij had een vraagje van: hey, er is. Wie heeft voor Zwitserland op de Olympische Spelen ooit wel heren enkel gewonnen. Mark Rosset 92. Zeker, heel goed. Ja, dat weet ik wel. Niet Martina Hingis? Ook nog bij de dames? Nee, ja, het was bij de heren. Heel klasse. Nou, dat is wel mooi, want... dus we hebben hier wel een kenner. We hebben hier zeker een kenner, dus stuur nog een vraag klasse, in. Mag nog iets moeilijker voor Martijn. Maar ik heb nog een bonusvraag Maar mag ik ook nog reageren op Federer of niet? Ik wil mag reageren. Mag ik eerst, Paul? Want ik vind, kijk, Federer was de beste van dat moment. Was onverslaanbaar in Athene... Was hij eigenlijk, hoefde hij die gouden medaille alleen maar op te halen. Toen verloor hij van Berdych. En toen kwam de Olympische Spelen op Wimbledon, waar hij al 6 keer gewonnen had of zo. 12. Ging het ook mis. En ja, dat hij dan dus met Wawrinka die dubbel won in Peking, volgens mij. Ja. Dat voelt natuurlijk als een beetje een... Ja, het ging natuurlijk ook in de vergelijking met Djokovic. Die hem helaas in de Grand Slams al voorbij is gegaan. In de Masters toernooi altijd is voor geweest. En dus nu ook nog die Olympische singletitel heeft gehaald. Kijk, je wilt natuurlijk... ik denk dat bijvoorbeeld zo'n Hoogland... die zou ook het liefst de sprint winnen. Die teamsprint, zeker de tweede keer, is mooi. Maar je wilt ook individueel winnen. Ja, zeker. Hij had die teamsprint al. Ja, daarom. Nee, maar en dat geldt denk ik voor Federer ook. Hè. Die dubbel is natuurlijk super mooi en echt fantastisch dat hij hem gewonnen heeft. Maar het Olympisch enkel goud, dat ontbreekt toch. Mooie toelichting, denk ik. En ook een mooi dat je ook weet wie maar er dan wel... Maar ik vind het wel leuk dat mensen ons blijven afzeiken. Ja, dat is ook heel goed. Nee, maar wij zeiken best makkelijk mensen af die natuurlijk weergeloos zijn. Hè. Commentatoren. Ja. Sporters. Nou, ik vond het ook. Dus dankjewel voor het insturen hiervan. Want, meer van dit. Ja, we hadden nog een, want die vroeg ook. Er is ook bij de dames een Zwitser gewonnen die een gouden medaille heeft gewonnen. Oh. In welk jaar was dat? Nou, ik moet er alleen even opkomen, want dat was vorige keer. Dat klopt. Hoe heet ze ook alweer? Godsamme, nou, mijn god. Daar kom ik op terug. Daar komt hij op terug, ja? Oké. Even het belletje, als je hem hebt gevonden. Dit was in Peking? Nee, de vorige keer. Waar was het ook weer? Vorige keer? Ja, 4 jaar geleden. Tokio? 3 jaar geleden. Oh, sorry, Tokio, tuurlijk. Ja. Dat bedoelde ik. Komt hij zo terug? Dat was wel echt een ongelofelijke verrassing. Sensatie, maar ja, ik weet het niet meer. Ja, je weet het wel, je komt er wel op. Ja, maar goed. In deze, vannacht ergens. Tot het einde van deze uitzending. Staat ze nu nog in de top 50 ergens? Bencic. Ja, dat is goed. Heel klasse. Heel klasse gedaan. Heel netjes. Nou, dit is allemaal niet geëdit. Hebben we goed aan elkaar geëdit dit, hè? Ja, heel mooi. Ja. Het leek net echt. Ja. Nee, klasse Martijn. Dus, we hebben genoten van de Olympische Spelen. Zijn nu weer voorbij. Ja, een beetje atletiek nog. Of, gooi er maar in. Ja, moet je nog even... Ik heb even wat gemist. Ja, jij was net 20 uur weg. We hebben jou gelukkig niet gemist. Je hebt Hassan gehad, toch? Nee, nog niet. Niet? Ja, daar moeten we echt over hebben. Ja. Sifan. Ja, Hassan is toch het mooiste wat er is op de Olympische Spelen. Ja, dat vond ik ook. Die marathon, dat is goud, man.
dat ze goud won, was echt geweldig. Was goud. Ja. En tijdens die slotceremonie dan haar medailleuitreiking. Ja, dat is mooi. We waren net al die sporters binnen. Oh ja, het hele gebeuren. Ja, duurde 2 uur lang. Duurde het hele publiek staan, iedereen wild. Gaan ze nog even het Wilhelmus daar spelen voor iedereen? Dat was echt super cool. Ja. Ik kan me ook echt voorstellen dat als je daar staat, zelf als Olympisch atleet, we hebben natuurlijk een hoop teamsporten, allemaal medaille gehaald, dat je nog even daar het Wilhelmus mee mag blaren in dat volle stadion. Dat iedereen helemaal on a high zat daar. Dat was echt cool. Ja, ook een mooi interview naar de hand, vond ik, met haar. Echt, ja. Dat was echt pure, ik werd bijna zelf emotioneel van de interviews die ik deze week heb gezien. Dat heb ik niet vaak, maar zowel Femke Bol als Hassan had ik het even, moest ik even slikken. Ja, Femke echt, de Bol bij de teleurstelling bedoel je. Was het wel, waren echt goede interviews. Het zijn ook wel echt leuke meiden. Allebei. Dat viel mij ook heel erg op, dat het niet van die media getrainde... Oh nee, het is echt oprecht. Ja. Ze zitten nog totaal in de adrenaline. Het is mooi om te zien. Ja, en ze zijn niet, hoe moet je dat nou zo zeggen? Niet na het interview dat ze denken, ja, ik ga even douchen en ik rij mijn dikke BMW naar mijn villa, zeg maar. Opgemaakt. Dat soort types. Die gewoon, nee, maar zij trainen volgens mij, ja oké, ze zullen niet van de hongernood omkomen, maar dat zijn echt niet... Zij doen zoveel, steken erin. Dit zijn wel topatleten, want Hassan is in het Nike Oregon Project naar Amerika gegaan. En Femke Bol wordt hier door New Balance en zo. Dat zijn, die staan wel op de grote borden. Maar wat denk je dat zij dan verdienen? Weet ik niet, het zijn geen voetballersalarissen. Maar ik denk dat het wel... Ik vind dat ze wel een miljoentje per jaar. Maar dat mag ook wel. Ja, maar een miljoen per jaar voor echt... Misschien wel de grootste Nederlandse atleten van deze tijd. Dat vind ik echt, dat vind ik dan ondergewaardeerd. Maar goed, ja, maar daar hebben we het net... Weet je wat die hockeyers krijgen? Ja, stuiver en een paar tientjes en Snickers. Nou, en een foto met Michael Phelps. Bij Kampong moest wel te trainen, maar er stond bij stond de couscous altijd klaar. Dat kregen zij dan wel, dat kregen wij niet. Couscous? Ja. Lekker, man. Ja. Ja, oké, daar doe je het ook voor dan, hè? Ja. Ja. Maar dat was echt mooi. Dus zie van Hassan de marathon. Twijfel je nog aan haar tijdens die wedstrijd? Heb je ja, natuurlijk. Maar zij zelf ook. Het was een ontzettend zwaar parcours. En eigenlijk elke keer als het omhoog ging... Deed zij een beetje rustig aan. Dus dan raakte ze een beetje het contact kwijt met die voorste groep. Ja, en dan dacht je, oh jee. En dan ging ze naar beneden. En dat liep ze zo makkelijk. En in dat interview zei ze ook, eerste 20 kilometer voelde ik me slecht. En de laatste paar kilometer eigenlijk weer. Ik had zo'n spijt dat ik die baan nu had gedaan. Want dit wilde ik eigenlijk. Wel mooi dat dan in je hoofd zit, hè, blijkbaar. Terwijl, als wij daar zouden lopen, als we het ooit zouden kunnen halen, dan ben je alleen maar aan het doodgaan. Het is zo mentaal. Ook hoe ze dan lossen, omdat het niet meer gaat. Ja, op een gegeven moment... Ik moet altijd aan Maarten Ducro denken. Die zat bij het wielrennen van wie het langste vinger tussen de deur kan houden, wint. Ja. Ja. Het doet zoveel pijn. Je bent zo op je max en dan toch... Wie het langste vinger tussen de deur. Maar aanhaken en aanhaken. Ja. En het is trouwens geen eerste contactsport. Dat wist ik helemaal niet, Marathon. Holy shit, joh. Dat gebeurde eerst op de baan al. Dat heb ik ook al valpartijen gezien. Ja. Het leek wel een beetje die wielrenner die in het hek geduwd werd. Hoe heet je die ook alweer? Ja, nou doe maar niet. Nee, ja, dit hoorde erbij. Ze zaten precies naast elkaar in de bocht, toch? Racing incident. Ja. En ze zich... Gelukkig waren de marshals niet met strafjes. Het was in de eerste ronde, dus dan laten ze het altijd en doen. En ze gingen ook allebei door en toen liep Sivan er op 20 meter. Ja. Dus dat was duidelijk. Wat ik trouwens ook nog mooi vond aan deze marathon is dat die hoogteverschillen had. Ja, dat is bijna nooit. Vond ik echt een toevoeging aan de marathon. Waardoor het echt... Zeker. Ik bedoel, het is natuurlijk al zwaar, maar nu kon je nog wat makkelijker al verschillen maken in met verschillende segmenten van de marathon. Nou ja, normaal kan je het ook een beetje uittekenen. Tenminste, ik niet, maar de mensen die er verstand van hebben. De Leon Haas. Maar hier zag je dus gewoon sommige mensen echt al kapot gaan in die klim of in die afdaling, want dat schijnt heel zwaar te zijn. Ja, en daardoor had je dus echt grote gaten. Tussen. Jij wel eens naar beneden hard gerend? Je kan niet stoppen, joh. Die klappen die je op je bovenbenen en knieën krijgt zijn dan echt enorm. Nee, ik weet wel. En Leon Haan was ook genieten, hè? Ja. Dat is zo'n goede commentator. Doe dat zo goed. Bij Sivan, bedoel je? Ja. Ja, maar sowieso de hele week. Ja, de hele week. En het laatste stuk was mooi. En hij was ook nog even de regisseur aan het afzeiken. Ja. Toch? Potverdorie, gaan weer die slowmobeelden. Ik wil naar die gezichten kijken. Weer naar de Japanner. Ik wil ze nu, niet dat hij naar mij luistert, maar ik heb het toch gezegd. Ja, en daarna helemaal los op de finish. Ja dat was mooi, de laatste 30 seconden. Ja. Ik vroeg me trouwens wel af van of er in Parijs, of je zeg maar in een straal van 30 kilometer, of er nog ergens geen sportstadion was rond de Eiffeltoren. Ja. Elk event was daar rond. Ja. Hoe hebben ze dat frontgebouwd, joh? Dat is toch mooi, menig city marketeer zou hier wel jaloers zijn. Dit was toch klasse gedaan. Fantastisch. Het was echt klasse. Ik denk, je zag het al met dat wielrennen, hoe dat eindigde voor die Eiffeltoren, hè, waar Remco Evenepoel even op de foto ging. En nu waar Sivan finishte, was ook prachtig, die achtergrond.
Ja. Ik weet niet wat het allemaal gekost heeft, maar ik denk dat dit qua kosten was het volgens mij niet een hele dure speler. En qua hoe het eruit zag was het fantastisch. Dus ja, eigenlijk alleen dat gebeurde met de scène is mislukt, maar voor de rest een fantastische speler. Jammer dat je daar dan de helft van je budget aan besteedt, maar voor de rest... ja, precies. Ja, ach ja. Er waren ook nog mensen ziek geworden, hè? Dat ja, een paar Duitsers, ja, toch? Meer dan genoeg. Ja. Ja. Nee, het was mooi. Ja, ja, mooi Jeroen van Rouwendaal, die kon dat niet schelen. Zo. Die heeft ook gewoon goud gehad. Ja, ja. Oh, ja, moeten we... Moeten we alles spelen? Ik vond het wel dat over de vieze scène. Ja, het zei het beste. Nou, het was wel, ik moest wel heel hard lachen, want ze had de ontbijt 's ochtends niet binnengehouden. Dus ze liep al een beetje achter qua voeding. En toen zei ze, ja, aan het eind had ik zo'n dorst. Ik heb nog wel wat slokjes uit de scène genomen. Maar dat boeide helemaal niks. Nee. En die shirt gewoon goud. Ja, die stond wel goed te springen hoor, gisteravond. Dus ze heeft er niks gedaan. Ja. Nee. Heeft wel vaker in de riool gezwommen, denk ik. Nou ja, maar dat zei zij ook al in een interview. Want ze zegt van, ja, er is nu een hele commotie over die scène die zo smerig is. Ja, wij liggen natuurlijk best wel wat vaker in water. Wat gewoon echt niet goed is. Dat begrijp ik wel. Ja. Ja. Wat vond ik van? Wat vond je van die, als laatste, van die... er was een of andere zo'n hoogspringer. En die denkt echt dat hij gewoon een soort filmster is. Ja. Ja. Wie is dat? Gamberi. Ja. Met zijn nierstenen. Ja, dat, ja maar ik... Oh, man. Ik maar jij denkt dat het gefaked is? Er zitten mensen... Soms heb je dat mensen in je allergie zitten. Nou, ja. Hij zit in mijn allergie. Ja, okay. Nou ja, maar dat was in vorige spelen toch al. Ja, toen kregen ze allebei goud en dat is geen topsport. Nee, maar dat was dus nu, hadden ze die kans weer. En nu zeiden ze van, nee, we springen door. Ja, niet Tamberi, maar was het een Kerr en een Amerikaan of zo? Een Amerikaan en een Nieuw-Zeelander of zo. Oké, nou dat is dit wel een beetje de Olympische Spelen, jongens. Zet er weer op, mogen we weer 4 jaar wachten. Waar is volgende? Anderhalf jaar. Ja, maar dat zijn toch mindere spelen. Ja, maar ik zag Fourcade alweer ergens een medaille uitreiken. Dus ik zag hem, ik moest Christina weer uitleggen wat biathlon was. Dat ik dan toch wel een beetje zin in. Waar is dat? Lekker schiet Milaan? Weer Frankrijk, toch? Of Milaan? Nou, ergens rond de Alpen. Korte ronde. Ja, Martijn, trap jij hem af? Ja, ik zag dat er een speler geschorst was voor doping. Een profgolfer. G-Mac. Ja, nog wel op het circuit wat de regels niet zo nauw neemt, volgens mij. Dat denk jij dus. Ja, de LIV. Oh. Hoe vaak worden op de PGA het Tour circuit eigenlijk? Waar ze straf hebben gegeven voor slowplay. Ja, nee, dus ze worden steeds beter. Dat wel geluk schijnt, hè? Want hij moest aan het rad draaien en hij kwam op 125.000 boete. Maar het had ook anders kunnen. Wat had hij genomen? Ik weet het niet. Maar ja, dat boeit ook niet. Hij had een van de middeltjes genomen omdat hij last had van zijn maag of zo. Ja, en daar zat het in. Een soort laxeermiddel waarschijnlijk. Ja. En, nu dat is een geintje van Polten. Nu is die 1 wedstrijd geschorst, wat ik begrijp. Dus het kost hem veel geld. De Greenbrier mag niet spelen. Ai, daar gaat zo'n rondje 58. Ja. Maar nee, opvallend nieuws. Dat hoor je niet vaak. Dopingschorsing in golf. McDowell. Ja, G-Mac. Oké, ja, dat is zeker wel nieuw. Zijn er echt golfers die ooit gepakt zijn? Weten jullie dat? Van ja, de Vijay Singh is al een keer gepakt met die deer antler spray of zo. Oh. Dat was een of andere spierenspray of zo, herstellend iets of zo. Ja, maar dat kan ik me nog ergens voorstellen. Dat soort dingen, of op jongere leeftijd toch nog iets van power of zo. Want hormoontjes? Ja. Mag dat niet? Je mag toch gewoon hormonen slikken? Ja, ik weet het niet. Nee, dat is alleen in het vrouwenboksen dat het mag. Oh. Of moet. Ja, inderdaad. Terug naar golf. Er is een. Wij gaan natuurlijk wel eens naar Chichi, Roch. Nog steeds? Ja, maar Chichi is niet meer. Nee. Is het dicht? Oh, en hij is dood. Nee, Chichi is er nog wel. Maar de naamgever, Chichi Rodriguez. Oh, dat had ik gemist. De man met de beroemde uitspraak, weet je hem? Nee. Golf is het leukste wat je kan doen met je kleren aan. Dat vind ik toch wel een mooie uitspraak. Dus die is helaas niet meer. Dus de grootheid is verloren gegaan. Rest in peace. Roch, had jij nog iets voor de korte ronde? Ja, ik had één dingetje. We hebben het nu over Chichi. Om daarop aan te sluiten. In Amerika heb je Topgolf. Van Callaway. Ja. En dat is heel groot. En dan zeggen wij ook wel eens hier van, ja, dat moeten we hier ook meer doen. Maar dat gaat heel slecht met Topgolf. Dus, serieus? Ja. Wil je een bod doen? Nee, maar goed. Dus, ze ging natuurlijk eerst heel goed. En nu is het een beetje klaar met de hype. Oh. Ik had juist potje golf hadden ze een interview over de golf in de toekomst. En daar ging het ook dat er voor mij in Amerika inmiddels net zoveel driving range Topgolf abonnees spelers waren. Ja. Als echte golfers. En dat het natuurlijk ook al best wel leuk is. Omdat je het heel interactief kan maken met die targets. Je kan het s'avonds nog doen. Je kan met een biertje doen. En de veelste mensen vinden het leuk. Ik had juist het idee dat het toen heel veel meer ook hier die kant op zou gaan. Het is ook zo dat daar blijkbaar zijn die dingen voor die je zelf kan bouwen.
Worden ook steeds betaalbaarder. Ja, daar heb je ook YouTube-filmpjes van die gasten die hun garage ombouwen. Maar ik zie altijd vooral mensen die onder het net doorslaan. Ja. En dan de ruiten. En dat er dan een moeder heel hard dat trailen is. Ja. Of dat de kat naar de EHBO moet. Ja. Ik zag nog een nieuwtje net over een green fee. De hoogste green fee van 2025. Raad eens hoe duur zou een rondje zijn op de duurste baan ter wereld. Kan je zeggen welke baan ter wereld? Het is Turnberry. Oh, daar heb ik gekeken. Vanaf volgend jaar... $600? In peak season, £1,000 per ronde. Per persoon? Ja. Krijg je daar een tiertje bij, een potloodje? Een hand van Donald Trump misschien? Want ik ging kijken, want we hebben een inventarisatie gedaan voor een golfvakantie. Ja. Wegens gebreken, kinderen en al dat soort dingen is niet doorgegaan. Maar toen heb ik Rogier nog proberen te overtuigen om naar Turnberry te gaan golfen. Want als we bepaald, ja, wel gewoon in juni, maar als we bepaald tijd gaan, was het £365 was het toen. Dat valt wel mee nog, vergeleken met dit. Het valt echt mee. Maar dan kun je dus zeggen dat Turnberry heb gespeeld. Bijna gratis. Ja, weet je? Dat was de front nine. Ik heb dat ook altijd met uit eten gaan. Nee, heb je wel goed gekeken? Nee, maar je hebt heel veel wat middelmatig is en dat ook al duur is. Ja, dan maar een keer twee of drie dubbelen. Maar dan heb je wel echt voor altijd een herinnering. Dat ben ik met je eens. Maar ja, dit is wel... Ik zou dat ook normaal niet doen, maar als je daar bent en dat is dan de enige debiel dure baan. Ja, weet duizend? Je, ja, die €200 extra, die verdien je ook alweer een keer terug. En je vergeet het toch als het weg is. Ja, dat klopt. Het enige wat ik altijd wel op dat soort banen heb, dat had ik ook op de old course, is dat dan wil je gewoon niet starten met een 8. Snap je? Ik bedoel, dat gebeurt dan. Ja. Je hebt altijd op zo'n baan... Ja, dan wil je nog een keer namelijk. Ik doe dit voor mijn plezier! Ja. Ik heb niet net €400 afgerekend op gelijk bol 1 en 8, maar denk je, mag ik overnieuw starten? Ja, dat is toch altijd dat heb toch die druk ook nog bij je dan. Ja. Jij nog dingen, Peet? Ik heb nog één dingetje, maar dat is meer gewoon voor de lol. Wat doen we hier de hele tijd? Alles is hier voor je voor de lol. Ja, maar dit is gewoon even... Ongein. Peter Ongein? Ik ben wel een fan van MyGolfSpy. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is een soort... Die testen toch allemaal? Ja, die testen allerlei dingen. En ja, noem me naïef. Maar ik heb het idee dat zij relatief onafhankelijk zijn. En ze hebben nu een driver test gedaan met de langste golfballen, zeg maar. Dus gewoon, ze hebben alle merken, alle ballen getest... Of een redelijk hoge swing speed met de driver. Wat is jouw swing speed nu? Ongeveer? 113 mijl of zo. Ja, nou, zij hebben nu op 110 mijl getest. Dus dat is een beetje jouw... ik weet niet waar wij zitten. Wij zitten er wel wat onder. Ruim eronder. Maar welke bal denk je dat... laten we even zeggen de top 7. Dat zijn allemaal ballen die jullie kennen. Kunnen jullie denk je raden welke er allemaal bij zitten? Het is puur gokken. Ja, alles doen. Want... Ja. Wat denk je dat de langste bal is dan? De Pro V1 X Left Dash. Ja, dat klopt helemaal. Dat is zoiets, die wint altijd. Hoe weet je dat? Ja. Ik heb ook mijn golfspy, hè. Oh. Hij is expert. Wilson staat ook altijd hoog. Nee, Wilson zit er niet bij. Maxfly. Maxfly zit er ook niet bij. Black Diamond. Nee. Maar zijn er echt grote verschillen? Want ja, ik bedoel als de 317... Ja, de Left Dash was 348 yards. Ik slaap... Carry? Hè? Dan raak ik hem echt slecht. Ja. Ik haal 110 mijl misschien af en toe... En dan sla ik hem nooit 349. Ja, maar dat is op hoogte. Nee, maar het is in de sweet spot, hè, raken zijn. Ja. Met die machine. En opwaarts. Ja. En de tweede was de gewone Pro V1 X. Dus zonder een left dash. Dus blijkbaar als je een streepje erop zet naar links, dan gaat hij 2 yard verder. Stip. Lekker. De derde was wel een rare. Dat was een Mizuno, de RB Tour X. En volgens mij is dat de bal waar ook Norm mee speelt. Maakt Mizuno nog ballen? Ja. Dan komt er een maar bal. Hoeveel, die gaat dan 346. 346 ook. Oh, dat gaat hij ook recht? Nee, dat staat er niet bij. Oh. De vierde is er eentje die... Dus even, ik ga hem cryptisch. Dat is een bal die wel eens wordt verkocht bij budgetrondes. Als je een Pro V1 zoekt en ik denk... Nou, ik wil een merk en dat lijkt een beetje op een Pro V1. Nee, die staat... Vice? Ja, heel goed. Vice. Pro Plus. De Pro Plus, die staat op plek 4. Op 5 staat Paulse bal. Ik heb van alles. Nee, waar speel je dan? Black Diamond Softfeel. Nee. Ja, ik heb Wilson Staffs gehad. Nee, C-Stars. Ja. Op 6 staat een bal die Rogier nooit zou kopen. Callaway Chrome Soft. Heel goed. Oh, ik dacht de Warbird. Ze hebben nu toch een nieuwe topbal van Callaway? Die heet toch anders? Nee, die heet ook Chrome Soft. Oh, ik dacht en op 7 staat de bal van Tiger. Weet al die merken komen langs. Ja. Bridgestone. Sorry, de Bridgestone, heel goed. Ja. Okay. Dus kunnen we stoppen. En dan hebben we nog, dan kom je nog met PXG en LA Golf. Nooit van gehoord. PXG? Maak die ballen? PXG, de PXG Extreme. Ze zijn waarschijnlijk €50 per stuk. Hebben ze ook de... Maakt de Lab ook ballen? Lab? Bal?
Ja. Omgekeerd. Ah ja, label. Hey. Shit, dan hebben we weer marketingadvies gegeven. Label. Ja, nee, dat was het jongens. Leuk, ja, nieuwe raad te spelen. Er komt nu een nieuwe raad te spelen aan. Ik had er nog een hele mooie staan, dus die gaat er nu in. Mooi. En, ja, is hij moeilijk? Is hij moeilijk? Ik vind hem gemiddeld. Hij is me iets makkelijker dan de vorige keer. Moet je nog een tipje geven? Tipje van de sluier is, het was een iconisch moment voor een speler die deze week ook gaat spelen in de St. Jude. Okay. Dus, dus iemand uit de top 70. Hele top van de wereld zonder Liv. Ja, zoiets. Okay. Klopt. Okay. Nou. Dus dat. En ja, rest ons eigenlijk niks anders dan te bedanken wederom voor het luisteren. Like ons ook zeker. En, ja, kom nog wel door met wat tennisvragen. Ja, beveel ons aan bij je vrienden. Ja, leuke vragen, want het wordt ook een beetje off-season. Ja, dus anders sparen we ze wel op voor als het echt droevig wordt in het najaar. Ja, yes, dus stuur zeker je vragen in. Waarderen we enorm. En nogmaals dank voor het luisteren. En tot volgende week. Ja, hoi. Hoi. Right at it. Right at it. Oh, Jordan, he's done it again. Just as he did at the John Deere for his first win. Unbelievable. Add that one to the list. My the Azinger chip in, the Owen Brown chip in we spoke of. And the long putt. By Nota Begay. And all these crazy things that have happened here. And that might just top them all.